een kijkt er oprecht naar uit, de ander ziet er elk jaar enorm tegenop. Het kerstdiner. Een tijd van gezellig samen zijn, maar ook een tijd van stress in de keuken, aangebrande aardappeltjes en sluimerende familieruzies. Het gaat dus ook wel eens flink mis. Wat is jouw grootste kerstdinermislukking? Mijn grootste kerstdinermislukking? Ik ben eerlijk gezegd nog best wel jong, dus heel veel heb ik daar niet echt verstand van. Maar alleen ik denk van die kleine dingen met gourmetten, dat ik weer iets heb aangebrand of zo. Mijn grootste kerstdinermislukking is, ik denk toch dat ik aan de rode wijn begon en uiteindelijk ging dat wel heel erg snel. Dus dat we aan het einde van de avond een beetje ver waren. Mijn grootste kerstdinermislukking? Ik heb een keer met mijn familie geprobeerd zo'n eend voor kerst te maken, zeg maar. Maar mijn broertje was die vergeten uit de oven te halen. Dus die was helemaal zwart belakerd na 2,5 uur of zo. Dus dat was vreselijk. Kerstdinermislukking, dat ik vorig jaar ging afhalen bij mijn eigen restaurant waar ik werk. En dat ik aankwam thuis en dat ik alle dozen liet vallen en al het eten op de grond te viel. Dat is wel heel balen, ja. Maar uiteindelijk hebben we toch wel wat afgehaald. Dus alsnog wel een leuke kerst gehad. We hebben maar nog een keer afgehaald. Ja. Ik denk dat toen ik, even kijken hoor, wanneer was dat? Al even geleden. Dat ik een nieuwe broek aan had en met vriendinnen kerstdiner. En ik zit daar en ik ga zitten. Hele grote gat in mijn broek. Ja, echt heel stom. Gelukkig was ik met vriendinnen, dus het maakte eigenlijk natuurlijk niet uit. Maar dat was wel echt een blunder. Mislukking? Nou, dat ik nooit kerstdiners maak. En dat is echt een grote mislukking. Heel mijn leven lang nooit een kerstdiner gemaakt. Nou, die heb ik geen. Want mijn vrouw kookt altijd. Dus ik heb zelfs nooit iets laten mislukken. Ik heb er wel mee, maar mislukking nooit. Nou, ik ben helemaal niet van het koken. Dus dat is aan mij niet besteed, maar vooral niet aan de gasten. Dus vandaar mijn mislukking. Ja, ik heb geen. Ja, het is nooit mislukt, nee. Nee. Want ja, ik ken dat bij mijn dochter. Dus het is altijd goed, hè? Mislukking eigenlijk niet, want we eten altijd gewoon thuis met z'n allen, dus. Nee, want ik ben heel snel. Dat snap je wel, hè? Dat ik natuurlijk heel snel tevreden ben. En dat ik als iemand iets ook maar maakt, ik al gelijk enthousiast reageer van yes, yes.